Ik ben hier, je naam was Arthur. Hier is de koning, maar ik ben wel in zijn stad, dit is zijn woning. Ja toch. Inshallah. Oh nee toch. Ai. Nice. Kijk naar Prithvi, ja. Even. Ja, nog is cool, man. Ai, thanks, man. Ik ben in Rotterdam. Dat is een duif. En die zie je vaak in Rotterdam. Dat is een duif, dat is een duif, pas op, dat is een duif. Die gaat je echt vermoorden, ik weet het zeker, dat is een duif. Dat is echt een duif, hè? Ik zweer, dat is echt een duif. Ik wil jullie wat laten zien, en dat heet de Euromast. Jullie zouden denken, wat is dat dan? Dat is een gebouw. Dat is dus een gebouw in Rotterdam, en er komen heel veel vakantiegangers. Lekker boeiend allemaal dit weer. Ik doe vaak stage op daarachter loop ik stage en dan doe ik ook mijn kanaal en zo. Leuk. Nu ga ik een soort van weglopen, want dat is leuker dan is het voor dat shot. Dat is een bekertje, die weet niet waar die heen moet. Denk ik, waar is mijn stage? En dan zoek ik en denk van kutzooi. En denk van ja, weet je, waarom doe ik gewoon niet die deur open, weet je al? Sta ik voor de dichte deur en niemand die iets doet. Ik kan vragen aan die meneer of die wat wil doen, maar ik denk dat hij het niet doet. Ik moet al op die knopjes gaan drukken. Ah, dat is kut. Dag meneer die de deur niet open deed. Ik sta hier omdat de wind zo krachtig is. Ik sta hier zo omdat de wind zo... Ik sta nu gewoon 3 minuten buiten en ik vind nu al scheid weer. Ik vind echt kut weer. Echt waar, jongens. Moet je het mee doen, weet je. Godverdomme. Ik loop nu hier, omdat het een mooi shot is, als je dan zeg maar de camera neerzet. En dat je dan zeg maar in het shot gaat lopen. En dan vertel je verhaal, weet je wel. Dat is het idee, maar bij mij lukt het nooit. Ik weet niet wat het is. Dat was een mooie scooter. Ik dacht, die moet je gewoon in beeld hebben. Dit is een grasveld. Super mooi natuurlijk. Oké. Er zijn dode planten, maar best wel mooi. Deze bank zit ik altijd te huilen dat ik YouTube monies wil en YouTube views. Dat is zwaar kloten, maar toch. Toch is het een leuke bank, toch? Ziet er toch wel leuk uit. Niet dat die mokkies komen, want anders ben ik te lul, jongen. Dat is een auto. Die mag niet op de stoep rijden. Dus heb ik de politie gebeld en is die aangehouden. Nu ben ik weer op dezelfde plek. De deur die je altijd open wou. Kijk. Nu ben ik weer binnen. Kan ik weer de deur en zitten open houden. Hij luistert. Oké, ik heb een briljant idee. Ik kan toveren, jongens. Ik ben Hans Klok. Ik ben iedereen. Moet je kijken wat ik doe. Nee, die moet even overnieuw, die zag er niet uit. Wacht even.
Nou wil ik eigenlijk wel hierin, maar hij zegt duwen, maar ik kan niet duwen, dus dat is raar dat, hij niet, dat ik niet kan duwen. Kut leven. Ik heb een kut leven. Die meneer denkt ook dat ik gek ben. Wacht. Oh, ik word naar binnen gelaten. Yes. Voor de eerste keer. Ik weet echt niet wat het is. Zij zijn bezig met opruimen, denk ik. Er komen steeds meer mensen langs. Heel intrigerend. We zijn weg. Nog één iemand. Hij deed de deur open. Hij denkt, what the fuck? Hij zit omhoog te kijken. Dat is super grappig. We zijn bij de medic. Hoi. Heb je een pasje? Ik heb geen pasje bij, maar ik wil even afsluiten van mijn kanaal. Dan was het. We zijn nu bij de magic deur. En dat zijn mensen ze willen halen. Sorry. Mensen, leuk dat jullie hebben gekeken naar de video. Doe een duimpje omhoog. Jullie zien me een soort van weerkaatsen bij het raam. Maar ik weet niet of jullie dat zien. Daar is mijn pet. En abonneer op mijn kanaal natuurlijk. Dat is ook leuk om te doen, toch? Dan ga ik even praten met de mensen die allemaal kijken.